Het autotransportschip de Baltic Ace was in december 2012 onderweg van Zeebrugge naar Finland, beladen met 1400 gloednieuwe auto's. Het was ruw weer en een beetje mistig en de Baltic Ace werd op dat moment aangevaren door een Schots containerschip, waardoor de Baltic Ace in een hele korte tijd zonk. Het bergingsbedrijf Smit Tak van Bos en Kalis heeft uiteindelijk de Baltic Ace in 8 stukken gezaagd en daarmee boven water gehesen en het is uiteindelijk aan de wal in Vlaardingen leeggesloopt.